We willen niet dat het zo ver komt dat het werk volledig wordt lamgelegd. Woorden van bondsvoorzitter Lloyd Pohl bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP. Hij reageert op vragen van de redactie enkele uren na de verscherping van het beraad in verband met de ontevredenheid van de vakorganisatie over de waardering van het zorgpersoneel bij het ziekenhuis. De bond heeft de acties per vandaag verder verscherpt naar 8 uur 's morgens. Dus de visie is er al. Eigenlijk wilden wij niet eens zo ver komen dat we in beraad moeten gaan. Dat is nooit het doel geweest van ons. Maar op den duur ga je middelen moeten inzetten, vakbondsmiddelen, om eigenlijk jouw eiskracht bij te zetten. En een korte termijn visie. Wij hebben altijd als bond verschillende plannen, natuurlijk. Dit is een van de uiterste. We willen het ziekenhuis niet in zijn totaliteit gaan lamleggen. U begreep, er zijn patiënten hier. Maar wat wij eigenlijk willen, is dat de beleidsmakers eigenlijk onze eis inwilligen. Toch? Omdat het geen onredelijke eis is. Het is een heel simpel ding. Stelt u vast dat u meegaat met de loonreeks van het Academisch Ziekenhuis, zoals wij hebben ingediend, ons huiswerk hebben gemaakt vanaf 2019. De minister heeft gevraagd dat het integraal wordt benaderd. Wij hebben altijd aangegeven van kijk, onze collega's van de andere ziekenhuizen moeten natuurlijk ook beter verdienen. Betere salarissen bij andere ziekenhuizen moeten echter niet ten koste gaan van het AZP-personeel, meent Pohl. Het enige dat ze vragen is dat de autoriteiten concreet vaststellen dat ook zij de aangekondigde 17% loonsverhoging krijgen. Nou, ik denk dat u het zelf heeft gemerkt. De leden zijn verschrikkelijk verhit. Het is namelijk zo dat er een gevoel van onbehagen leeft nu onder het zorgpersoneel, niet alleen van het Academisch Ziekenhuis, want we praten, u bent ook niet vriend binnen de gemeenschap. Iedereen praat erover. We zien de situatie in verschillende ziekenhuizen, RGD, RKZ, noem maar op. We kijken naar de situatie en het gevoel dat de mensen bekruipt is. We worden niet gewaardeerd. Toch? Waar blijft die waardering waarover men het heeft? Terwijl mensen zelfs hun leven op het spel hebben gezet om anderen tegemoet te komen tijdens de hele COVID-pandemie. Maar ook bij een regulier werk doen ze dat. Toch? Ik zal u zeggen, we zijn in beraad. Maar ondanks het beraad maken mensen uitzonderingen, wat wij natuurlijk ook goed vinden aan de ene kant. De bondsvoorzitter zegt dat er vanmorgen opnieuw contact is geweest met de directie. Gisteren is er in verband met Pasen nog rekening gehouden en niet verscherpt. Op dit moment wordt er wel dispensatie verleend aan afdelingen zoals de Intensive Care Unit. De bond bij AZP is al 3 weken in beraad.